Een dag speciaal voor de vrouw. Daar hoort een bloemetje bij. Krijgt u ineens bloemen? Nou, eentje maar, hè. Maar weet u ook waarvoor? Vrouwendag. In de Bijenkorf in Rotterdam worden vandaag op Internationale Vrouwendag bloemen uitgedeeld. En niet alleen vrouwen vinden dat er nog wel een emancipatieslag gemaakt kan worden. Ook mannen. Ik heb de 60 jaren meegemaakt en daarna de omwenteling. Maar we kunnen nog een stuk verder. En nou de politiek nog, zou ik zeggen. Een groep powervrouwen kwam vandaag in dit café samen om over precies dat onderwerp te praten. Wat een kippenhok, hè? Nou, gezellig toch? Vrouwen zijn op dit moment nog altijd ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Sterker nog, het aantal vrouwen in de Kamer daalt alweer. Ongeveer een derde van de Kamerleden is vrouw. Dat kan wel een tandje beter, vinden deze vrouwen. Begin nou eens met inderdaad die man-vrouwgelijkheid te creëren. En kijk dan verder ook inderdaad naar diversiteit. Maar waar ligt dat dan aan, dat er zo weinig vrouwen in de politiek vertegenwoordigd zijn? Nou, er zijn twee verhalen. Enerzijds zeggen vrouwen, wij krijgen geen kans van mannen. En anderzijds zijn er ook heel veel vrouwen die het zichzelf wellicht onnodig moeilijk maken. Want er liggen gewoon kansen en mogelijkheden om te pakken als je zegt, ik wil die politiek in. Museum Rotterdam staat vandaag ook in het teken van de vrouw. Ze mogen gratis naar binnen. Hoeveel moest u betalen toen u hier naar binnen ging? Nou, helemaal niks. Nee, we waren helemaal verbaasd. Dat hadden we niet gedacht. En toen kregen we nog een bonbonnetje. Dus dat was wel leuk, ja. In het museum is op dit moment een tentoonstelling over vrouwenemancipatie te zien. Halverwege de vorige eeuw was het namelijk nog heel anders gesteld met de rechten van de vrouw. Ja, dat was door de overheid ook zo geregeld. Dat vrouwen gewoon, als ze getrouwd waren, niet konden werken. En ook dat ze eigenlijk niks te vertellen hadden over het geld in het huwelijk. Mannen moeten nog even wachten op hun internationale dag.